Nummer 3 in de toen nog zeer te afrekeningsbureau Brussel. Dat klopt, 4 keer per dag gedraaid. We waren het antwoord op de toen nog bestaande scene. Ze vonden ons, we hoorden helemaal in dat hokje thuis. Toen gingen we Tien om te zien. Maar ik wou, daar hebben we het wel al vaak over gehad vandaag, zeker in het beginuren van de dag, alleen Herman Brood. Dus zijn. Dus Tien om te zien en Herman Brood, nee, is geen combi, mag niet. Zeker in mijn interpretatie van Herman Brood deed zelf ook alles. Maar die is zo stoer en zo onwel, die kan het zich interpreteren. Ja. En Tien om te zien naast Helmut Lotti of Wil Verdi of Christophe, of nee, bestond er nog niet op. Noem maar op. De vrouw van. Kon niet. Nee, laat maar zo. Fabri, Connie Fabri. Dat kon natuurlijk niet. Dus op een gegeven moment, wat gebeurt er? Onze cd komt uit. Kleine randvraag. Nee, je zegt dat Guus Vlout, IMA, voor de kijkers. Jullie hadden Meisje met het IJsje ook al klaar. Want ik dacht zo meteen te vragen, hebben jullie dan niet Meisje met het IJsje gemaakt om toch een commerciële... Nee, de hele cd was af. Ah, okay. Maar dat is het stomme, want namelijk die cd zo slecht is hij niet. Er staan 4 goede nummers op dat hele album. Mij wil jou is een goed nummer, Nooit meer Amsterdam is een goed nummer. En Laat Me Binnen is een goed nummer. En De Koningin is een goed nummer. Ja. De rest is matig tot slecht. Maar ik heb dus die keuze van die plaatfirma nooit echt gesnapt. Ja. Al stonden we wel wekenlang met Meisje met het IJsje op nummer 1 in Tien om te zien. Dat weet ik nog. Ja. Maar toen ben ik wel afgehaakt. En terecht. En ik zelf schaamde me. Waarom? Omdat Mr. Rock'n'Roll en dat plotseling, Meisje met het IJsje, weet je, dat klopt niet. En het wel doen. Ja. En toen kwam het grote moment, een interviewer van een serieus blad, een heel serieus ook een blad. En ik zit de hele dag met een man op cd-voorstelling, moesten we altijd interviews houden en ik zit te praten over alle grote artiesten. Hè? Ja, en ik gaf toen ook les op de toneelschool en ik sprak rauwe en goede artistieke taal tegen die man. Ja. Maar die gast, dat is gewoon een hele serieuze rock. Dus die zegt, nou, ik vind het wel heel interessant wat je zegt allemaal. Waarom doe jij er dan mee aan Tien om te zien? Ja. Als je loopt te roepen van over integriteit en het moet vanuit de buik komen en Jan de Cler en, weet je, en Herman Brood. En dan hoor je niet in Tien om te zien te staan als je zo over kunst praat. En toen moest ik me eruit lullen. En dat gebeurde als volgt. Toen zei ik, ja, ik doe dat maar mee omdat ik ben nogal heel erg geïnteresseerd in die wereld. Ja, omdat namelijk het kijken naar... Die debielen die door de gangen lopen, die idioten, dat is heerlijk hoor, dat is theater van de eerste dingen. Maar dat staat wel zo, dat stond in dat blad, stond er hoe ik Tien om te zien een walgelijk product vond. Maar ik deed wel mee. Ja. Dus toen heeft Jos van Oosterwijk, die heeft gebeld, maar ik, dus blame on me, niet om Jos van Oosterwijk. Hè. Jos van Oosterwijk heeft mij ons aangeboden om in Tien om te zien mee te doen. Wij hebben ja gezegd. Dan moet je niet gaan plots tegen die man lopen trappen, wat ik wel heb gedaan. En toen heeft Jos van Oosterwijk gebeld naar de platenfirma en die zegt, jongens, zelfs contractueel kan ik die gasten een proces aan doen. Want er staat in het contract, je moet op alle punten meewerken op een goede manier. En toen was het natuurlijk gedaan. Oh nee, toen zijn we zelfs nog mogen komen. Toen zijn we zelfs daarna nog mogen komen met... Dat zou je niet meer doen? Zo. Nooit meer. Ik zou de programma's ook niet meer doen. Maar ook niet meer dan... Zeker niet meer. Zeker niet. Maar ik zou ze niet meedoen, omdat ik door zou hebben. Ik heb inmiddels door, maar ik heb al meerdere malen nog meegedaan. Ja. Maar ik heb door dat het geen zin heeft voor mij. Mijn publiek is anders. Het er niks aan, maar ook des te grotere onbekendheid, want mijn publiek zit ergens anders. Ja, ik heb jou daardoor gezien. Dat is wel waar. Dus je bereikt wel een aantal mensen die dan op zoek gaan wat Ernst Leun nog meer betekent. Ja, maar ik denk... Denk ik. Of misschien alleen ik. Ja, ik denk het wel. Ja, dat is dan ook wel goed dat gebeurt. zakje min. Dat is zo. Ja. Ja, maar dan is alles goed. Alles is... Wat ook zo is. Ja. Zou ik koffie... Juist de helft. Zou ik een koffie kunnen krijgen? Ja. En, voor mij ook nog alsjeblieft. Juist in de helft van het interview. Super. Want we gaan over naar... we blijven eventjes in die commerciële sfeer, als ik het zo mag noemen. Ja. Want jij bent acteur. Ik doe aan acteren. Jij doet aan acteren? Ja. Soms. En ik ben een grote Thuis-fan. Komt ook in alles waar ik in meedoe. Kijk jij. Ja. Dus ik heb Thuis nog gevolgd, om het even te kaderen, toen het nog het park heette. Dus als we elkaar niet zouden persoonlijk zouden kennen, een beetje, dan zou je... Ja, en zou je herkennen van Tien om te zien. Een soort idooltje zijn voor jou. Ja, ergens wel. Zeker omdat ik heel erg verliefd was, en nog altijd een beetje ben, op jouw tegenspeler. Lien van de Kelder? Nee, zot. Nee, die oudere... Martine, ja. Dingen, hoe heet ze? Christel Domen. Ja, dat vind ik een prachtige vrouw. Echt heel graag eens echt waar? Mee op café gaan en... ja. Dat echt, ik zal er niet mijn rechterhand voor geven ofzo, maar toch één vinger ofzo. Oké. Okay. Echt een prachtige vrouw, prachtig lichaam. En ik was dan ook ja, een beetje toch jaloers in mijn fantasiewereld ofzo, dat jij dan... Echt? Dat was toch ook typecasting, hè? Dat jij dan die wat is het, een leraar, muziekleraar moest spelen, die dan... Nou ja, zij is een directrice voor de mensen Thuis. Martine speelt de directrice in Thuis. Voor de mensen Thuis wordt dat dubbel. Thuis is een serie. Nee, maar ik was toen wel een beetje jaloers ofzo. En ik vroeg me ook af waarom Spence daar nu belandt in Thuis. Ja, ze zocht... Ik heb het vanmorgen heb ik het verteld, maar toen was er nog letterlijk niemand, dus ik kan dat terug vertellen. Probeer het op een andere manier te vertellen. Oké. Okay. Er is ook geen publiek meer. Dus de camera. Aha. Men zocht naar een Don Juan. Ja, dat was duidelijk. En... Dan heb je Herbert Vlak, maar die speelde al een rol. Die is te oud. Ja, en die speelde er al in mee. En die speelde er al in mee. Een dubbelrol. Dan heb je nog dingen van Sande, Guy van Sande. Guy van Sande, maar die heeft er ook in meegespeeld. Klopt. Ja. En dan komen ze dan bij jou terecht. Komen ze bij mij terecht, maar het probleem is dat ik dus soms een Don Juan kan zijn. Mm-hmm. Ja, je hebt nu eenmaal die kop. Hè? Ja, nee, maar dat is niet waar, want... Oeh, want eigenlijk heb je een andere kop. Nee, als ik namelijk... De televisie moet je verschrikkelijk oppassen. Ja. En ik heb een toch wel karakteristiek, ja. Hè? Ja. Een soort beeldhouwwerk. Ja, absoluut. Ja. Dus je moet er, als je gaat cameraën, moet je opletten wat je doet. Als je wil een gladde... Figuurtje kan met mijn voorkomen, maar het moet goed gefilmd worden. Het moet goed oppassen. Dus op afstand, bijvoorbeeld afstandsshots. Maar... Dat was wel duidelijk bij Thuis dat jij opeens... Jij sprong uit dat scherm tegenover die andere personages, omdat jij een kop hebt. En die anderen hebben een... Dat is vreselijk. Een rond klein smoeltje. Ja. Ja, dat is verschrikkelijk. Een Picasso. Dat wil ik niet in. Nee, maar ik vind het zelf ook wel erg. Als ik dat zie. Vooral omdat dat ook niet gaat in zo'n serie. Nee. En dat, het heeft mij 5 tot 7 draaidagen gekost om super klein te gaan. Ja. Helemaal niks doen, hè. Maar niks, hè. Echt zo, zelf mijn mond vond ik te groot. Het zou leuk zijn als we nu een fragmentje zouden kunnen tonen. Dat is, heeft Vital niet voorbereid. Het gevraagd. Moest er een scherm zijn dat we even een fragmentje konden laten zien uit Thuis of Tien om te zien. Ja, maar zoveel rust willen wij eens niet gunnen. Ah ja, oké. Okay. Dat vind ik heel moeilijk, die noemen. Maar ik heb frustraties opgelopen.